In het seizoen 57-58 werd ik voor de eerste keer lid van Winkwik. Dat was van korte duur. Ik heb zelf nooit in de eerste helft gespeeld. Maar mijn beide zoons, Ronald en Alex, wel. Dat was een pleister op de wond. Al vrij snel kreeg ik een nieuwe baan in het westen. En dat betekende verhuizen. Toen heb ik bedankt. In 1968 teruggekomen in Groningen. Was het Jan van der Graaf die mij weer terugbracht bij de Quick. Hij had nog wel een positie vrij in de succesvolle veteranenelftal met tal van toppers van toen. Niet lang daarna werd ik snel betrokken bij bestuurs- en commissieactiviteiten, zoals lid van het hoofdbestuur, sponsorcommissie, diverse technische commissies, leider van de eerste elftal en leider van de tweede elftal, 2 jaar lang, samen met Dick Pogeraan als coach. Dus 2 kampioenschappen. Dus. En dan natuurlijk de periode 35 plus. In die tijd onder voorzitterschap van Jan Belleveld. Wat had die man een humor en wat was hij een prachtmens. Hoogtepunten waren het 100 jaar bestaan en de vele landelijke veteranentoernooien. Als 35 plus commissie wilden wij ook iets speciaals doen voor de 100 jaar Bequick. Maar wat was mijn vraagteken. Jan van der Graaf had een mooi idee. Volgende plaats. Zijn nog lang niet. We gingen de hoofdtribune ombouwen tot een theater. Met veel steun van veteranen hebben we een ombouw van de tribune en een platform gerealiseerd. We doen de naam, namen noemen we altijd, is ongeveer het minste wat je kan doen, maar je vergeet altijd de naam. Maar de namen van Jan van der Graaf, Jan Bolle, Bert Bakker, Rijn van der Linden, Jan Douw, Lodewijk Martijn, Maarten Siesling en Henk Drent mogen genoemd worden. 1 naam mogen we zeker niet vergeten. Jan Luiten. Het is een groot feest geworden met optreden van onze toernooigasten, die allemaal een act hadden ingestudeerd. Na de herinnering werd in het clubhuis nog lang nagedraaid, gedanst en van een versnapering genoten. Uiteraard, weinig alcohol van de volgende morgen was de eerste wedstrijd om 10 uur. De avond, de leuk. Met een fantastische dansmuziek van de eigenlijk van ons huisorkest, onder leiding van Adi Rimmens, met een zeer bekende saxofonist Jan Bijnema en Jurk Eckhart. Hier aanwezig. Ja, het verhaal wordt te lang. Daarom wil ik besluiten met mijn eigen ervaringen, die kort zijn gezegd kunnen worden, door de eerste 2 regels van ons tweede compleet van ons club. Ja. Verder wens ik iedereen nog een prettige 2,5. Be quick forever. Bravo.